Weet je nog? Ja. Je ziet wel de tafel niet. Ah, ja. Ja. Ja, dat gaat. Gaat je ook iets zeggen? Nee, ik kom. Ja. Wat ga je zeggen? Ik kan het gewoon mezelf zeggen. Hey. Allemaal zo hetzelfde aan. Oké, we zijn hier allemaal samen. Met de smoothie. En we hadden echt heel toevallig allemaal dezelfde plaat. Ongelooflijk. Wat voor een chance is dat? Hashtag friendship. Dat is echt. Maar Sam wil graag. Sam wil dus graag iets laten zien. Ja. Laten zien. We hebben vandaag 3 heel coole pakketjes gekregen. Alleen ik toch? Ja. Nummer 1 is dit. Ik heb allemaal t-shirts en plus gekregen van Smooth. Smooth. Jullie zijn dezelfde. Ja. Ja. Echt koppelgoals. En dan het tweede is, jullie weten waarschijnlijk dat Nick en ik samen een bedrijfje hebben. Of alleszins weet je dat nu. Ja. En het noemt Concept Island. En Concept Island is een bedrijf waarmee dat wij andere bedrijven online doen groeien met marketing. En we zoeken altijd zo'n manier om dat opnieuw te promoten. Nummer 1 is een sticker. Sticker! Sticker. Duitse sticker. En nummer 2 is nog cooler. Dat is echt heel cool. Dat is echt een bom. Dat is mensen gaan nu echt denken, wat is dit? Dit is voor een nummerplaat in te zetten. Ja, dat is geen barbecue grill. Ik dacht dat. Hier staat op, geef je marketing een turbo boost. Concept Island. Ik ben eens benieuwd, Dus heb je een bedrijf, of kent je iemand die een bedrijf heeft en die wilt groeien, meer winst, meer verkoop, meer klanten, contacteer Concept Island. Nee, maar dat is wel cool denk ik om zo wat promotie op de baan te krijgen. Dus. Ja. De honden zijn er ook bij en die spelen. Bij het gespeeltje. Pakketje 3. Hier heb ik een week van. Eigenlijk wel snel, hè? Ja. Ik heb dat een week geleden besteld, en dus. Wilke Schnee! Sam, je hebt voor iedereen heb je een pul, je hebt voor iedereen zo'n ding, hè? Maar dit heb je niet voor iedereen. Ja. Nee. Dat is wel heb ik nu wel alleen voor mezelf, sorry. Sorry. Maar ik heb. Oh, is het goed voor mij? Nee, pas maar op. Sam, schaar aan. Ja. Ja, andere schaar. Ik heb het al. Ik heb het al! Denk ik. Hou dat goed vol op tafel, hè. Dat is wel een box. Het is een nieuwe iPhone. Ik heb de iPhone XS gekocht. Het is een 64 gigabyte. Ah, je kunt hem nu terug 64 nemen. 64. Minimum. Nee, 120, denk ik. Nee. Ja, 64, 256. Ja. En 500. Ja, hoi, dat is mijn laptop. Maar ja. Is alleen de hoofdstof die ook? Dat weet ik niet. We hebben de gewone X. We hebben de oude X. Ja, en ik heb de. We staan een jaar achter. Waar heb ik de 8 plus? Ja. En ik had de 6S, dus die gaat nu vervangen van de 6S. Komt deze. Oh. Ah. Ja, deze gaat weg en die komt in de plaats. Hij gaat die weg doen aan de 6S. Ja. Hij doet open, hè, man. Ik wil wel weten dat die even groot is. Laat dat niet vallen. Ik wil je wel vergelijken. Ik denk wel dat even groot is, nee? Ik vind dat wel een mooier dan het andere. Ja, ik vind die kleuren ook mooi. Ja, ja. Maar nee, dit is nog een andere. Ik heb zo wat rood meer. Ik heb maar zo'n wereldbol. Ja, dat is mooi. Een wereldbol met kleurtjes. Oh ja. Cool, hè. Let's open it. Oh. Oh. Oh, oh nog zo proper. Ja, dat is altijd zo tof, hè, zo nu. Oh, die is wel een pak lichter als wat ik nu heb. Ja. Vind ik wel. En dat is onze. Maar ik heb nu wel like, niks aan. Ik heb een douche. Oh, ja. Ja. Ja, dus dan klopt dat toch? Ja, nee? Ja. Was dat ook ik weet dat eigenlijk niet. Oh nee, ik durf dat niet vast nemen. Nee. Ik heb geen wat van. Het is toch hetzelfde? Het is ongeveer hetzelfde. Qua grootte is het ook denk ik hetzelfde. Ja, ik denk het wel. Die lijkt een beetje groter op de ene. Dat is hetzelfde, denk ik.
Ja. Perfecte. Verkeerde. Oké, wel heel mooi qua design, vind ik zo. Ja, ja. Dan ziet er hetzelfde uit, maar achterkant is ook glas. De nieuwe camera vind ik wel mooier, dat dat zo in die richting is nu. Ja, die. Bij mij is dat zo. Ah, jij hebt dat nog zo. Ik met de achter. Nee. Haha, Talisa. Zijn dat earpods? Nee. Dat is spijtig. Dat vind ik wel stom, ja. Maar earpods kosten hoeveel? 180 of zo? 60, 180? Ja, dat is gewoon stom, dat doet dat er niet bij liggen. Ah, maar nu is dat wel standaard met zo'n dingetje, kan dat? Dat was bij jou ook al. Ja. Dat vind ik nog een tussenstukje. Maar er zit normaal een tussenstukje bij. Je hebt een tussenstukje bij. Zit er normaal. Ah nee, dat is niet. Hé, ja, ik vind het echt hallo. Oh, dat neem ik geen knop. Ah ja, nu dat is wel bijna in het begin. Waar is de knop? Maar je raakt dat wel snel gewoon. Ja. Het is wel een groot scherm. Hè. Ja. Ten opzichte van dit. Ja, want dat is echt even die is groot, zo qua grote, kleiner, maar het scherm is. Maar qua scherm is dat echt even. Dat vind ik wel fijn aan die iPhone. Maar het is iets breder, precies deze. Maar... Die zijn handig en toch een groot scherm. Ja. Maar nu kan ik hem gewoon openzetten. Ja. Ja, dus je moet gewoon... Van mijn oude gsm niet herkend trekken, er is een nieuwe. Wilt je dat scannen? Als je die vlak naast elkaar houdt, dan moet je dat gewoon zo scannen. Maar ik wil altijd mijn iPhone nieuw instellen. Ja, jij ook. Ik vind het altijd leuker. Ja, dat moet Dan kun je zo eens kijken welke apps je toch niet houden. Ja, ik wil ook niet alles precies doen, maar... Ja. Ja, voor sommige dingen is dat wel gemakkelijk. Ja, dan kun je wel zo trekken aan de maar slag. Maar nu met die iCloud wordt wel al je mail en zo automatisch overgegeven. Ja, dat is wel al je mails en contacten en zo. Dat heb ik allemaal opnieuw moeten instellen. Weet je wat ik wel aan betaald vind? Die camera, ik weet niet of je dat ziet, die steekt zo uit. Ja. En als je die zo legt, zonder hoesje, dan ligt die zo op die camera. Zo. Ja. Daarom dat je een hoesje hebt zodat dat gelijk is, dan heb je dat niet, dat probleem. Ja. Ja, dat is eigenlijk gek. Ja. Oeh, Face ID. Ah, jawel. Ah, ja. Oeh, had je vorige dan nog? Nee. Nee. Mijne heeft dat zelf. Nee, echt. Face ID moet controleren en nu? Ah, nee, hoe is dat voor u met die camera? Aan de slag. Rustig, nee. Aan de slag. En dan moet je... Ja, ja. Ja. Nee? Je moet het zo doen. Ja, dat mag ik ook mijn eigen ID hebben? Je kunt maar één. Mappen. Dus nu kun je niet meer in hetzelfde gsm. Dus eigenlijk de code. Met de code mag toch ook, hè? Ja. Die Face ID is wel op je handen. Ja, dat is het. Ik probeer dat altijd met Celine ergens. Elke keer zeg ik dat niet. Jullie lijken toch op elkaar. Ja, en toch zie ik. Als jij een bril aan doet, herkent hij u. En toch weet hij dat als jij dat doet, niet jij bent. Ja, dat is toch gek, hè? Ook als jij een bril aan hebt, dan herkent u nog altijd. Ja. En zonnebril ook? Nee. Want dat kan je ogen niet. Ah ja. En het donker ook, dat werkt echt goed. Ja. In het donker zelfs. Ja. Ja. Het fijne is, je kijkt naar je gsm gewoon geswiped en ondertussen is je al ontgrendeld, want je kijkt gewoon daarnaar. Ja, dat is echt handig. Ik had gezien zo de test tussen de, dat is wel hetzelfde, dus de test over hoe snel dat die open gaat en dat die open gaat met Face ID. Dat die echt 2 seconden sneller open gaat. Ja. Mijne gaat echt vies goed. Ik doe zo en doe mijn vinger erop en voilà. Maar kijk, wat je toen hebt gepakt, zet je vinger. Gewacht en is klaar. En nu, je pakt die, geswiped en terwijl je swiped, heeft hij je gezicht al herkend. En dat vind ik handig. Ja. Dus je moet niet wachten. Kijk, je doet dat, je swiped en ondertussen. Ja. Oké, maar dat ik hetzelfde met die knoppen, dat is ook gewoon erop houden terwijl je pakt erop houden en ze open. Dus nee, Sam, dat is niet hetzelfde. Dat is toch wel. Kijk, hè, als ik die pak, dan doe ik ook zo. Ja, maar anders. Nee, anders. Dat is wel even snel. Ga eens kijken wie sneller is. Oké. Okay. Ik wel, want die wil heel graag het snelste zijn. Pas op, Sam. Doen we allemaal of wat? Ja? Ik kan niet meedoen, hè. Oké. 3. Ja, maar je kunt toch met 10 meedoen? Ah ja. Met de oude. Wij zijn 10 oud, jullie zijn 10 nu. 3, 2, 1. Ja. Ja. Ah! Oh nee, ik heb geen niet meer. Je hebt die niet meer. Ja, ik heb die niet meer. Die gaat sneller. En laat die, en als je vanaf je hand. Ja. Van de hand. Ja. Zo, hè.
Wacht, het scherm uit, hè. Zo, hè. Ah, het scherm. Ja, ja. Drie. Wacht. Hoi. Hey, maar zit dit? Ja, dat doe ik ook zo. Drie, twee, één, ja. 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 Ik ben echt de traagste, denk ik. Ja, precies. Hey, Siri. Hey, Siri. Ah, echt nee. Hey, Siri. Hey, Siri. Nee, ik gebruik dat echt, hè. Ja, ik gebruik dat echt nooit. Ja, zo kan ik niet concurreren. Hey, Siri. Hey, Siri. Hey, Siri, hoe is het weer vandaag? Hey, Siri, ik ben het. Morgen. Wat moet je gisteren doen bij Nick? Nick heeft dat zo ingesteld dat de lampen ook zo uitgaan. Zeg eens, lichten uit. Lichten uit. Ik ben ook bezig je apparaten te controleren. Zeg dit, ja. Hij zegt nu licht en aan. En dit licht? Nee, dat gaat niet. Lichten aan. Ik heb gehoord. We zijn aan het bellen. Lichten aan. Ik ben ook bezig je apparaat te controleren. Wauw, cool. Waarom kan dat? Ja, wel, maar dan moet ik nog iets installeren. Dat gaat ook. Een True Tone scherm. Oh, dat is een verschil, hè? Ja. Maar is dat echt? Is dat? Ja, dat is echt. Maar is dat echt? Dat is een echt iPhone. Dat is fake, denk ik. Wat is dat? True Tone wil zeggen dat je beeldkwaliteit altijd hetzelfde is, afhankelijk van je omgevingslicht. Oei, zit je dat? Nee. Nee. Dat nee, zit je niet. Welkom bij de iPhone. Oei. Wow. Dan vind ik dat en kunnen wij ook zo. Kunnen wij ook die? Nee, dat vind ik ook wel niet zo mooi. Maar ik heb mijn eigen achtergrondje. Ja, ik heb ook mijn eigen achtergrondje. Ik heb witte wolken. Ik heb iets met bloemen, maar ik moet als dat is ook wel heel live. Ik heb toen gezegd, handig je dat nooit? Ja. Toen heb je dat erop gezet. Ja. Maar die beweegt ook, die gaat ook open als ik beweeg. Ah ja. Nee, dat gaat ook wel. Ah! Dat gaat niet met talen, hè? Nee. Ja, ik zo doen. Onze gaat eigenlijk zo automatisch aan, hè? Je zo. En dan zet je unlocked. Wat? Als je die beweegt. Zo, als ik die zo omhoog doe, nu zou ik aanmoeten. Als je niks doet en je beweegt die gewoon. Ja, maar je zet er toch niet in? Ja. Dat is toch nog weer voorgerond? Ja, moet je wel aan. Kijk, je moet zo en dan zo. Ik kan ook zo doen, hè? Oh. Mijn gaat ook aan als ik die afhef. Dus als je ook een app hebt opdracht, dan kun je zo dingen instellen. Dus ik kan zeggen hoe laat thuis. En dan doet hij dat en vult hij ze automatisch in. Berekent hij hoe ver je thuis bent. Kijk, nu vult hij automatisch naar Celine. En ik ben daar en ik ben over 2 minuten thuis. Dus automatisch gaan. Hoe doe je dat? Dat is een app, opdrachten noemt hij, en dan moet je dat instellen. Ik vind het al handig als iemand mij belt en ik ben aan de auto of zo, dan klik ik zo. Ik bel u straks terug. Ah, ja, dat doe ik wel vaak. Oké, ik ga wel mijn hoesje erop, ik heb ook een hoesje. Ah ja. Dat doe is dat zeker maar, is dat open van onder? Dat, ik heb open. Een hoesje dat van onder dicht, ja. Waardoor dat minder tof is, want dan heb je altijd zo'n randje om te swipen. Dat is open, ja. Dat is beter. Hè. Ja, dat is beter. Oh, het velletje komt eraf. Is je blij? Ja, ik ben blij. Ja. Conclusie. Ik ben blij met mijn nieuwe iPhone. Yes. Zeg, kun je die ook in andere kleuren krijgen tegenwoordig? Die hoesjes? Nee, iPhones. Of zijn dat die goedkopere? Die goedkope kan je ook in blauw en rood en zo. Ja, die wel mooi. Maar die ook zeker niet? In het goud? Ja. Nee, niet. Goud, wit en space gray, ja. Denk ik. Ja. Oké, okay. Ik heb een iPhone met mijn iPhone. Yes. Dus als Apple kijkt en je wilt wat sponsoren. Als een nieuwe iPhone welkom. Wil de nieuwe graag X, S Max of zo. Ik wil ook de XS Max. Of een iPad Pro of een MacBook Pro. Ja. Nieuwe laptop van Mac. Nieuwe iWatch. Apple Watch. Allemaal wel. We zijn niet zo moeilijk. Dat is gewoon iets. Gewoon kies maar. Kies maar. 2, 3 dingen, maar niet uit. Stuur het naar Nice Family en Talisan. We gaan de vlog, de video hier afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. En zeker Nice Family volgen. En wij zien jullie volgende keer. Nee. Nee. Goed.
dan zagen jullie toch ook zo? Nee. We zeggen bij jullie morgen. Of nee, dat zijn we met Toto niet toe. I fail. Fail. Dikke fail. Maar ik weet wel wat ik op het laatste moet doen. En wij zien jullie morgen.